Today we discuss a subject that's quite well known among people, but sometimes still a bit uncomfortable. Pole dancing is a dancing style that's often associated with a sexual or erotic character. However, in 1980, pole dancing became an official sport, pole fitness, and now even has national and international championships. But do people really consider pole dancing as a true sport, or is it still a bit of a taboo? Today we're gonna find this out by asking some pedestrians in the city of Breda. Nou, ik vind paaldans een echte sport, want ik denk dat je er echt wel spieren van krijgt. Ja, het is wel echt heel erg intensief en zo, denk ik. Ik vind dat wel, ja. Ik ken ook wel mensen die het gedaan hebben. En ik denk echt dat, dat je er echt wel een lichaam van krijgt waar je u tegen zegt, hoor. Of ik paaldans een echte sport vind? Jawel, ik vind paaldans wel degelijk een echte sport. Het vereist technieken sowieso, lichaamsbeweging, concentratie. En je hebt sowieso publiek, als het goed is. Dus ik vind het wel degelijk een echte sport. Jawel. Nou, ik vind paaldans wel echt sport. Maar het ligt er wel een beetje aan welke context je het plaatst. Since 2005, it's possible to practice pole fitness in the Netherlands. The last couple of years, this hype developed so rapidly that now almost every gym offers pole fitness. We spoke to Anthony Wanders, who is a teacher at a dance studio in Breda. Paaldans is ontstaan wat vroeger mensen dachten is vanuit de erotische wereld. Maar wat mensen nog niet weten is dat paaldans is eigenlijk ontstaan uit het Chinese pole. En dat is dus een sportvariant daarop. Paaldans kun je zien als sport, omdat je met je lichaam bezig bent. Je bent continu bezig met je coördinatie, uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid. En natuurlijk krijg je daardoor meer zelfvertrouwen. But whether we will ever watch pole dancing on television as we watch ice hockey and speed skating, that still remains the question. For NHTV Pop-Up Newsroom on International Women's Day, this is Veronica together with Marlin.